Hoi, ik ben weer terug van weg geweest. Zoals jullie weten ben ik er dus eventjes tussenuit gepiept. Er is onwijs veel gebeurd en ik heb nog wel wat momenten vast kunnen leggen. Dus daar gaan we eerst eventjes naar kijken. Hey Moppie, kom ik zo bij me zitten? Ja. Hey. Gezellig hè? Kan ik de tweede helft meepikken? Nou, gewoon. Nu ben je lief, je hebt nou lekker een appeltje voor me geschild. Hij gaat tweede helft ijsje of eens kijken. Is het een beetje optimistisch? Of, Schat, ik heb eigenlijk een vraagje voor je. Ik weet dat je in het moment zit, maar waarom is uitspelen veel lastiger als thuis? De bal is hetzelfde in principe. Je schoenen zijn hetzelfde. Je wordt uit met een vierkante bal gespeeld. Nee, even serieus. Iedereen moeilijker, hoor. Dat verschilt gewoon per persoon. Vind jij dat moeilijker? Ik vind uitspelen juist makkelijker. Omdat je thuis meer druk hebt. Van eigen publiek. Oké. Okay. Dus eigenlijk zien onze kansen dus juist goed. We gaan het zien, schat. We gaan het zien. Oh mijn god. Oh mijn god. Matthijsje doet zijn werk hoor. Echt hè? Matthijsje doet zijn werk. Dat kan die kop niet vast. Jammer joh. Leuk hè. En het is bij ons gewoon alweer licht buiten. Het voelt alsof ik een enorme kater heb. Maar we hebben gisteren tot 7 uur in de ochtend de Ajax Juventus gekeken. Dus wij zijn ook echt net pas wakker. Het is hier nu 2 uur of zo. En we gaan nu even wat eten. Want we hebben ook super erg honger. Dus ja, dat gaan we even doen. Goedemiddag, het is weer een nieuwe dag in Ulsan. De dagen kruipen een beetje voorbij, aangezien ik gewoon echt wel een beetje klaar ben met zwanger zijn. En gewoon weer lekker mobiel wil zijn en gewoon alles willen kunnen doen. Wat ik voorheen ook kon, al snap ik natuurlijk dat het straks helemaal heel druk gaat zijn. Wat ik heel erg leuk vind, want ik heb hier voor de rest echt, nou, bijna niemand. Dus ik zou het wel leuk vinden om weer iets om handen te hebben. Dus ik ga nu alleen naar beneden, puur om eventjes gewoon lekker te wandelen, want het is vandaag 28 graden. Dave is wel naar buiten, die heeft getraind. En die is nu de auto ophalen, dus dan zijn we eindelijk mobiel. Dat is heel fijn. Er was een beetje gezeur. Die auto staat wel al een maand klaar. Een auto van de club. Jullie mogen raden wat voor auto het dan is. Alleen het was gezeur met het rijbewijs. Want het was een Europese rijbewijs. En het telde hier niet. Dus dat moesten ze omzetten. En nu is het als het goed is gefixt. Dus ja, die komt zo met de auto. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En het zou wel handig zijn als we die hier hebben. En ik ga even een koffietje halen, een beetje rondlopen. Even kijken bij het water, denk ik. Zo heb ik nog niet eerder gelopen. Ik ben blij dat het mooi weer wordt. Nee. Katie is inmiddels terug, zonder auto. Want die haalt hij morgen pas op, want hij heeft geen zin om die nog op te halen na zijn reis voor zijn rijbewijs. We lopen nu even in de binnenstad en Dave heeft eventjes een pak schoen gehad. En we moeten nu even wat gaan eten. Dave heeft vanmiddag op de club al vlees gegeten, dus die heeft niet zo'n zin
en Korean barbecue. Iets waar ik dus wel eigenlijk zin in had. Maar ik zag nog iets met burgers en pasta. Er zit hier een Mexicaantje om de hoek die ik nog steeds wil proberen. Oh, ik denk ook niet zo van Mexicaans. We kunnen misschien naar het Japannetje hierboven gaan in Hyundai Department. Dave mag het zeggen van mij. Het is maar het even. Dat is hier veel gegeten. Wordt er in Ulsan. En we worden er niet dunner op. Mooi hoor. Nou, kijk wat schattig. Echt met kerst. Ja, was er maar zo'n feest. Oh, ze spelen wel in op de Pasen, schat. Schattig. Hey. Wat heb je daar aan? Ja. We zitten dus weer bij Dr. Robin, wat ik niet zo heel erg vind. En alles is er super gezond en daar waren we vorige keer al geweest, hadden we lekkere salade gegeten en pasta gegeten. Ik was wel in om iets nieuws te proberen net bij het burger pasta tentje, maar Dave is altijd zeg maar zo van als het ergens goed is, waarom dan veranderen? Ik hou het wel van een beetje afwisselen, iets nieuws proberen. Maar goed, Dave is ook een beetje moe. We trainen weer vandaag, dus ik zei ja, mag kiezen. Dus we zitten weer bij ons vertrouwde plekje. En ik heb weer die lekkere salade genomen en ik heb pompoensoepje genomen. En ik heb er dus nog helemaal geen soep gegeten, alleen noedelsoep. Dus ik ben heel benieuwd of het ook lekker is. Ik ben normaal gesproken gek. Pompoensoep. Sfeerverlichting kennen ze hier niet echt. Dat is wel wat minder. Nou, we hebben dus nu binnen no time een salade en een pastetje weer naar binnen gewerkt. De pompoensoep was niet echt de moeite waard. Die was super zoet, niet heel lekker. Salade was weer prima, pasta was goed. En nu gaan we weer lekker naar huis. Kijken of we nog iets kunnen vinden op Netflix. Ben je klaar voor het toetje? Wat is het toetje? Ja. Ik zit vol. Ik heb dus weer een nachtje alleen geslapen. Dave heeft weer wel een thuiswedstrijd vandaag. Dus ik ga zo naar de voetbal toe. Ik ben er klaar voor. Hij komt vanavond ongeveer om 22:00 s'avonds thuis. En om 6:00 ochtends de volgende dag vliegt hij alweer naar Japan. Dus dan ben ik een klein beetje alleen. Wat ik super zuur vind. Anna die heeft haar moeder over. En Mia een vriend. Dus ik sta er alleen voor. Dus ik hoop dat het een beetje mooi weer is. Dat ik een beetje naar buiten kan. Ja, ik hoop gewoon heel erg dat ze vandaag weer winnen. Wat wel leuk is om te weten is als Ajax de Champions League wint. En Ulsan Hyundai ook. Dan moeten ze dus uiteindelijk tegen elkaar voetballen. Dus dat zou echt bizar zijn. En superleuk. En heel bijzonder. Dave denkt dat hij dat geluk niet heeft. Maar wie weet. Wij staan er goed voor. Ajax heeft een topteam. Dus ik ga nu naar de voetbal toe. Ik ga er alleen heen. Ik zit volgens mij ook niet in de box, want die is afgehuurd. En dus ik ga een taxi pakken. Ik hoop dat ze me begrijpen waar het is. Want ik ga echt voor het eerst alleen naar de wedstrijd. Dat is altijd een opgave hier. Zo. Munsu Football Stadium. Kenjana, Kamsahamnida. Ik weet mijn god niet hoe ik nu moet lopen voor de hoofdingang of waar ik altijd naar binnen ga. Wel fijn met die bekken instabiliteit. Nog eventjes een paar trappetjes omhoog. Maar goed. Conditie van een oma.
ben dus net thuisgekomen. Het duurde echt super lang voordat ik een taxi had. Maar goed, we hebben dus verloren. Echt voor het eerst dat ik ben wezen kijken dat we hebben verloren. Dus dat was wel echt balen. Dave was ook echt heel erg aan het balen, omdat ze nog niet eerder hadden verloren. Maar ja, sometimes you win, sometimes you lose. De beste verliezen wel eens. Dus Dave ook. Het team dan, hè. Dus die zal zo niet heel vrolijk thuiskomen. En dan is hij maar even thuis en dan vertrekt hij morgenochtend om 6 uur naar Japan. Ja, ongezellig dus. Ik ben ondertussen aan het koken. Het is 22:00 PM. Maar hij had nog honger. Goedemorgen. Ik ben nog een beetje moe. Dave is vanochtend om 5:00 AM naar Japan vertrokken. Dus die is een klein weekje weg, wat ik echt super ongezellig vind. En het is Pasen vandaag, dus geen paasontbijtje. Ik ben normaal altijd gewend, gaan we altijd met de familie paasontbijten. En uitgebreid met lekkere broodjes en eitjes natuurlijk. En iedereen erbij. En nu ben ik hier alleen. Net als een eenzame kerst, eenzame Pasen. Maar goed, overleven we wel natuurlijk. Komen we genoeg paasdagen aan. Het is wel weer super mooi weer. En ik heb honger, dus ik ben op zoek naar iets te eten. Goedemiddag is het. Ik heb echt geen oog dicht gedaan. Ik zie daar iets van een, tussen alle moderne gebouwtjes, iets van een tempelachtig parkje. En dat moet dus niet ver zijn van mij. Dus ik ga kijken of ik dat kan vinden. Als het goed is, is het één rechte weg. En dan ga ik een stukje wandelen. Het is weer super mooi weer. Ik heb voor het eerst een soort van korte bikerspants aan, die heb ik gekocht, wel zwangerschap. En gewoon op ASOS besteld. En die had ik eigenlijk al in het begin van mijn zwangerschap besteld, voordat het mooi weer zou worden. Maar eigenlijk alles wat ik heb besteld is me nog steeds te groot. Dus dat ga ik ook niet meer echt passen. Het zit natuurlijk wel lekker. En het lukt wel op zich. Op zich gaat dat goed. Ik ga dus even naar het park kijken of het mooi is. Het is wel lekker als er ergens een beetje gras is of als ik ergens een beetje kan zitten in het zonnetje. Want er mag wel weer een kleurtje op dit gezicht komen. En zo komt er natuurlijk nooit wat van. Gevonden. Het ziet er al heel mooi uit van dichtbij. Ik weet alleen in godsnaam niet wat het is. Dus het staat er ook niet in het Engels bij. Grapjes te maken, alleen ik versta het niet. Nou, wat mooi. Het is echt mooi. Had ik dit maar eerder geweten. En in de verte zag ik dus nog iets. Deze mooie tempel. Maar ik weet dus niet. Moet ik hier iets voor betalen? Mag je gewoon even kijken? Ik heb geen idee. Mooi is het wel. En daar woon ik. Zo, nou, dat was het park. Mijn beentjes zijn lekker bruin geworden. En nu gaan we weer terug. Nou, Dave die is nu 2 dagjes weg. En morgen speelt hij een wedstrijd tegen een club uit Japan voor de
Champions League. Het is heel belangrijk dat ze die winnen natuurlijk. Dus dat hoop ik wel. En de laatste hebben ze natuurlijk verloren. Dat was gewoon voor de normale league. Maar ja, dit is wel een hele moeilijke tegenstander. Dus het gaat wel lastig worden. Maar ik ga kijken of ik het kan bekijken op tv. Verder was het een beetje een gek week. Ik moet morgen naar de dokter. Ja, het was niet een hele spannende Pasen. Ik heb wel heel veel eitjes gegeten. Verder ben ik heel blij als Dave weer terugkomt. Dus hij heeft morgen wedstrijd. Die dag erop komt hij terug. Dat was het eigenlijk alweer voor deze week. Het is heel snel gegaan. Een beetje een gekke week. Kijken we wat we volgende week weer voor spannends gaan doen. Doeg! Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar mijn nieuwe weekvideo. Deze week gaan jullie zien hoe ik alleen de paasdagen doorbreng. En er wordt gewoon weer veel gegeten, veel voetbal. En ja, kijk zelf maar. Ik ben in ieder geval goed voorbereid deze keer. Ik heb vorige keer verteld dat ik een katheter moest. En wat gewoon echt geen pretje was. Omdat ik dus niet kon plassen in een bekertje. En ik moet nu eigenlijk al plassen voordat ik de deur uit ga. Maar ik ga het niet doen, want ik ben als de dood dat ik er weer een moet. En ik ga gewoon heel veel drinken straks in de taxi. Dus een goede voorbereiding is het halve werk. Ik had gisteren niet echt een super leuke dag. Zoals jullie weten ben ik naar het ziekenhuis geweest. En ik heb er even over nagedacht of ik dit wel moest delen. Omdat ja, wat gaat het eigenlijk een ander aan? Alleen ik deel al mijn hele leven met jullie. Dus heb ik toch besloten om het wel te gaan delen. Nou, laat ik even vooropstellen dat met de baby alles goed is. Die was al ruim 2 kilo. Op zijn gezichtje nog even gezien. En ja, alles was eigenlijk goed. Hij lag helemaal goed kaarsrecht naar beneden met zijn hoofdje. Dat was de vaatwasser. Nou, dus dat gaat allemaal goed en dat is het voornaamste. En toen hebben ze bij mij een kieste gevonden. Ik had er natuurlijk wel eens van gehoord. Ik ken alleen niemand die het heeft. Al schijnen wel meerdere mensen daar last van te hebben. Dus ik kwam in het kamertje en ik was natuurlijk zonder Dave. Want Dave zit in Japan. Ja, het was een kieste van 12 centimeter. En ze weten dus niet of het kwaadaardig of goedaardig is. Wat gewoon, ja, best heftig is. Dus ik moest eigenlijk gelijk bloed laten prikken. En ik vroeg me natuurlijk meteen, is het gevaarlijk voor de baby? Omdat er natuurlijk een gezwel van 12 centimeter in mijn buik zit. Het zit zeg maar bij mijn eierstok. En toen zei ze eerst van, yes, yes, dangerous. Dus ik voelde zo de aarde onder me vandaan vallen. Later heeft ze mij dus niet goed begrepen. En toen zei ze, no, not dangerous for the baby. Dus het is niet gevaarlijk voor de baby. Maar het kan wel gevaarlijk zijn voor jou. Dus toen liep ik eigenlijk de wachtkamer in om bloed te laten prikken. Ja, en toen viel ik flauw van de spanning, denk ik. Nou, bloed laten prikken. Nu moet ik eigenlijk 2 weekjes afwachten. Hoop ik natuurlijk dat het goedaardig is en niet kwaadaardig. Ik was me natuurlijk doodgeschrokken, ook omdat je hier natuurlijk niet echt alles kan vragen en de feiten krijgt, zeg maar. Het niet echt duidelijk voor me was. Dus er spookten allemaal dingen door mijn hoofd en waar ik wel heel blij om was, is dat het niet gevaarlijk is voor de baby. Dus de dingen die nu kunnen gaan gebeuren, is dat ik binnen 2 weken word gebeld of het goed of kwaadaardig is. Als het kwaadaardig is, moet ik met een spoedkeizersnede bevallen. Over 2 weken en gaan ze gelijk de kiezen weghalen. Als het goed aardig is, dan hangt het af van hoe groot het nog gaat groeien. Maar hoogstwaarschijnlijk moet ik sowieso geopereerd worden. En het hangt ervan af hoe snel het groeit. Dus of ze dat dan meteen gaan doen. Of dat ze dat gewoon gaan doen na mijn natuurlijke bevalling. Dus dat is best wel spannend. En de meeste mensen weten wel, wie het een beetje gevolgd hebben, is dat ik niet een ideale zwangerschap heb gehad. Ik heb eigenlijk alles wel gehad. Ik voel me net de laatste 2 maandjes wel redelijk goed. Dus kon ik een beetje van mijn zwangerschap genieten. Maar dit viel wel weer even koud op mijn dak. En gewoon afwachten is altijd rottig. Maar ik ben wel zo iemand die van het positieve uitgaat. En
We hebben later eventjes gegoogeld en het schijnt gewoon dat heel veel vrouwen er last van hebben, dat het door hormonen komt en dat 9 van de 10 gevallen gewoon goedaardig is. Dus laten we daar maar van uitgaan. Dus gisteren voelde ik me echt heel rot. Vandaag wel weer wat beter. Alleen Dave had gisteravond, dat kon er ook nog wel bij, die had een wedstrijd. En dit is even het klaaguurtje. En die had een wedstrijd, wat een super pittige wedstrijd was. In Japan dus. Tegen Kawasaki. En heel spannend. En het is 2-2 gebleven, dus ze hebben het heel goed gedaan. Alleen de laatste 5 minuten zakte die in 1 keer door zijn knieën. En dat kan nooit goed zijn. En toen moest hij het veld verlaten. En Dave is echt geen piepert. Dus daar schrok ik heel erg van. En ik kreeg hem 's avonds aan de telefoon in het hotel. En hij dacht dat het zijn kruisbanden waren. Of zijn kruisband die gescheurd was. Nou, als dat zo is, dat is echt een voetballer zijn grootste nachtmerrie. Want dan lig je er gewoon ongeveer 9 maanden uit. Een vriend van ons, Henk Veerman, die nu in Duitsland voetbalt. Die is nu weer even terug in Nederland om te herstellen. Maar daar ben je gewoon echt even zoet mee. Ik had mijn vader gelijk even gebeld, want die heeft volgens mij ook wel zoiets gehad. En die zei van ja, Joe, het kan ook zijn meniscus zijn. En dan is het 4 tot 6 weken of iets anders. Kijk, en als dat zo is, 4 tot 6 weken is nog te overzien. Ik bedoel, ik heb liever natuurlijk dat hij helemaal niets heeft. Want ze gaat supergoed. En hij zit lekker in zijn vel. En dat is gewoon heel fijn. Ja, als dat zo is, dan daar is hij toch 2 weken van vrij. En dan is hij zeker bij mijn bevalling. En dan ben je gewoon binnen een maandje of iets langer, ben je er gewoon weer bij. Dus dat hoop ik dan maar. Dus ook daar gaan we van het positieve uit. Maar goed, dit was het klaaguurtje. Ik wilde jullie toch even op de hoogte stellen. Mochten de vlogs vertragen of mochten er dingen zijn of dat jullie het dan toch weten. En misschien is het helemaal niks en valt het allemaal reuze mee en de kleine gaat goed. Dat gaat voorop. Gisteravond is Dave thuisgekomen. Laat, want hij kwam terug uit het ziekenhuis. En goed en slecht nieuws eigenlijk. Het is niet het ergste geval. Het zijn niet zijn kruisbanden, dus daar was ik heel blij om. En het is nu zeg maar de aanhechting van zijn hamstring naar zijn knie. Die is gescheurd. Dus het is wel echt dat hij 4 tot 6 weken moet herstellen. Wat heel rot is en echt kut is, want hij wil gewoon spelen natuurlijk. Maar geluk bij een ongeluk, dan kan hij wel zeker bij de bevalling zijn. Dat vind ik wel weer fijn. En ik schoot wel even vol toen hij gisteren zo hinkelend met een zak ijs om zijn knie binnenkwam. Maar nou gebeurt dat nu al snel als je zwanger bent. Maar ik vond het wel heel rot. Dus nu is hij een weekje vrij. En nu waggelt hij net als ik, dus nu kan hij niks meer over mij zeggen. En dan moet hij gewoon langzaam beginnen met herstellen. En dan hoop ik dat het zo snel mogelijk goed gaat. Join my new Ferrari. Nice! Nou, hartstikke toppie, schat. Hij ruikt lekker nieuw. Favoriete restaurantje. Bulgogi. Nou, we hebben dus een co-sleeper
gekocht. En Dave, de handyman, gaat hem in elkaar zetten. Toch iets minder makkelijk als gedacht, hè, schat? Goed gelukt, toch? Ja, is goed gelukt. Trots op je. Ja. Het is dus van Chico, Next to Me. En die kun je gewoon op internet eigenlijk overal bestellen. Hij was ook niet zo heel erg duur. En het is natuurlijk ook voor tijdelijk dat hij zo lekker aan je bedje kan slapen. Ja, dat is handig gewoon voor naast ons bed. Wij hebben hem dan in het beige genomen. En we dachten nog dat het heel makkelijk was, maar Dave heeft eigenlijk geen geduld en twee linkerhanden. Maar hij heeft het toch wel aardig gedaan. Hey. Ik denk, je hoort het niet. Maar nee, ik ben blij, hij staat. Ik heb dus net nieuwe hydrofiele doeken gekocht. Mijn nichtje zegt dat je het echt super veel gebruikt. Dat je er wel minstens 12 nodig hebt voor het voeden. Over je kinderwagen te leggen, als doek om te verschonen. Nou, noem maar op. En deze vond ik al super leuk met het printje, een beetje stoer. Ja, ja, het is feest, want mijn kinderwagen is binnen. Ik had de kinderwagen al eigenlijk in Nederland besteld, al een paar maandjes geleden. Hij is van Easy Walker. En wat grappig is om te weten is dat het een van de beste verkooppunten is Zuid-Korea. En ja, zoals jullie weten wonen wij er nu. Dus dat is super toevallig en ik ben er heel blij mee. En ik ga hem dus nu uitpakken en in elkaar zetten. En ik hoop dat het goed gaat. Het is voor de dag van de wedstrijd. En dit keer is super gezellig, want ik ga dus niet alleen. Ik ga met mijn lieverd Dave. Dave Bulto is in the house, you know. Yes. Dit was het weer voor deze week. Voordat ik het tussenuit piep, wil ik nog wel even zeggen dat ik mijn bloeduitslagen heb gehad. En dat er geen kankercellen in mijn bloed zijn gevonden. Dus dat is in ieder geval heel positief. Over 10 dagen is ongeveer moet ik weer naar het ziekenhuis. En dan gaan ze bekijken hoe ver de kiezen is gegroeid. En of ze het dus al eerder moeten verwijderen. En dus dat de baby eerder gehaald moet worden. Of als het gewoon intact is gebleven, dan kan het gewoon na de bevalling verwijderd worden. Dus het geeft me wel een iets geruster gevoel. Met Dave gaat alles goed. Die is vandaag weer voor het eerst wezen fietsen. Dus dat is top. En ja, voor de rest was het weer een enerverend weekje. Volgende week ga ik jullie laten zien hoe de kinderwagen is geworden. Die heb ik in elkaar gezet. En dan ga ik er even iets meer over vertellen. Ik ben er super blij mee. Dus dat zien jullie dan. En ik ga jullie mijn luiertas showen volgende week. Want die heb ik ook gekocht. Dus kijk er volgende keer. En vergeet niet te abonneren.